Oké, nou tot zover het waterbord. Nu gaan we verder met een windveer. Of tot zover de windveer. Nu gaan we verder met het waterbord. Ik maak een foutje. De windveer zit aan de voorkant en het waterbord zit op het dak. Dus we gaan nu het waterbord tekenen. Dus om alle verwarring te voorkomen, de windveer zit tegen de voorkant van het dak en het waterbord ligt er bovenop. Ja, ik raak er los van in de war. Dat komt ook omdat je niet elke dag mee te maken hebt. Hoe gaan we het waterbord maken? Allereerst selecteren we de windveer, want het waterbord komt daaraan vast. En als we dat doen, dan is het een stuk makkelijker, want alle windveren zijn componenten. Dus alle waterborden zijn componenten, doeken, veren. Alle waterborden zijn componenten. En zal er aan alle waterborden meteen een windveer vastkomen. Dus klik een paar keer op het water, op de windveer. My God. En dan tekenen we in het verlengde van de windveer een lijn. En die moet in dezelfde schuinte zijn als de windveer. En als we dat doen, dan krijgen we, als het goed is, een schuine lijn, ja. Zo. Maar ook deze kant op, als het goed is. Als het goed is, misschien moet ik het even een klein beetje anders voorstellen. Ja, zie je? Schuine lijn. Paarse lijn, bedoel ik, is een lijn in dezelfde schuinte als waar hij aan vast zit. Ja. Toetsen we, als we dat hebben, toetsen we 12 in. Enter. Zo. Nu zie je. En dan gaan we over de groene lijn 120 intoetsen. En dan weer over de paarse lijn. Verzoeken naar de paarse. Ja. Ik heb nu de paarse lijn te pakken. 12. Enter. En dan sluiten we hem. Klats. Zo. Nu kunnen we ons waterbord naar beneden trekken met de push and pull. Hup. En super belangrijk, want je kan nu de baten al meten voor als je hem straks moet maken. Je trekt gewoon de maten erbij en je weet precies hoe lang je moet worden. En hier op de nok trekken we hem even over de nok heen. Als dat lukken wil. Even terug. Terug. Even goed doen. Oh, kijk, hij is open. Zie je dat? Dan moet ik even een lijntje trekken. Anders lukt het niet. Zo, nu is hij gesloten. Poesepoel. Trek hem over de nok heen tot we in een puntje zitten. Zo, perfect. Dan sluit hij hem af. Oké, nou straks moeten we natuurlijk hier even een lijntje trekken, want er moet een schuin kantje aan. En die moeten dan weg. Even kijken hoor, of dat lukt. Erase, die mag weg. Dat. Ja. En die ook. Eigenlijk. Hier. Zo. Zo klopt het. Denk ik. Die maak ik weer. Geen rare dingen aan de achterkant ook niet. Zit nou open aan de achterkant. Ja. Zie je hier dan nog? Oh, daar heb ik natuurlijk geen lijntje getekend. Daar moet ook een lijntje van hier naar daar. Zo. En dan kan die ook nog weg. Zo. Dan klopt het. Dus het moet weer netjes in het verstek. Hier overheen doen ze vaak nog een stukje lood. Om het inwateren van deze naad te voorkomen. Dus een stuk lood hier overheen. Mag ook nog. Ik ga dat niet tekenen, maar dan weten jullie dat in ieder geval. We hebben lood, dus je kan hier een klein stukje lood overheen kloppen. Dan watert die naad niet in.
Nou, dat zijn de windveer en het waterbord. Dit is dus de windveer en dit is dus het waterbord. Ik ga eens even een kleurtje geven. Daarvoor pak ik even de bucket, de B in toetsen. En ik kleur ze een mooi kleurtje oker, dacht ik. Doet hij dat? Ja, doet hij. Oké, dan moet ik dus eventjes terug. Dan moet ik eerst eventjes het spul selecteren. En dan kijken of ik hem in kan kleuren, want dan kleur ik meteen alles tegelijk. Hop, die kant. Die kant. Zo. Right, we hebben alles gehad. Is het dak zover klaar? Kan die op het tiny house gezet worden? We moeten de tiny house even bijpakken. Dan gaan we even naar de componenten. En daar staat die als het goed is. Kijk maar. Waar heb je hem? En zo. Nou, hier heb ik mijn huisje staan en mijn dak. Misschien omdat mijn dak gedraaid moet worden. Right. Wat is dit? Ik ga hem eerst even een component van maken, want er zijn nu nog verschillende componenten. Oké, okay. Dak. Draaien. Het dak draaien. Is dat te doen? Deze heb ik nodig. Ja. Ongetwijfeld is dat wel te doen. Denk ik. Ja. Die moet ik hebben. De blauwe. En dan moet hij zo gedraaid worden volgens mij. 180 graden. Ja, maakt niet uit. 90, denk ik. Ja, 90 graden. 90. Zo. En dan kan die gemoved worden. Move hem erop. Kijk, klopt het zo? Nou, zo klopt het aardig. Oké. Maak er meteen een component van. Huisje plus dak. Oké. Mooi. Nou, zo is je huisje compleet. En nogmaals, het dak is maar een idee. Hè? Het is maar een idee. Als je een ander soort dak hebt, ja, dan zou je een ander soort tekening moeten maken. Het is niet anders. En nou, het ziet er nice uit zo. Ik ga hem even op zijn plekje zetten. Dus hier, zo. Nou, wat er nou nog rest, is de maten. Bijzonder belangrijk is welke maat is
Dit bijvoorbeeld, de zijkant van je muur tot je kozijn. De bovenkant van je rollaag. In welke maat moet je gedenksteen komen? Tot hoever moet je metselen? Ja, wat is de breedte van mijn dak? Wat is de hoogte van mijn dak? Dat zijn allemaal dingen die we moeten weten. Als we een huis gaan bouwen. Dus dat moeten jullie er nog bij zetten. Ik denk dat jullie er nog bij moeten zetten. Zijn de noodzakelijke maten. En dan is het klaar. Nou, heel veel succes verder. Dit was het einde van het Tiny House gebeuren.